Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag en we zijn de dag vroeg begonnen. We zijn namelijk al bijna in SeaWorld, we lopen nu richting de ingang. Vanochtend waren we even aan het twijfelen wat we gingen doen. Maar toen dachten we, het is maandag, waarschijnlijk een rustige dag, voor zover je het rustig kan noemen. We zijn nu bij de ingang, we moeten de security door zoals in elk park. En dan gaan we daarna lekker genieten van een dagje in SeaWorld. Als eerste gaan we in Menta en Menta is een rollercoaster waar je een soort van in hangt. Je hangt dus ondersteboven in de achtbaan. Ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen. Maar hier is hij in ieder geval. Nou, hij komt zo meteen als het goed is ook nog langs. We gaan dus eerst in deze, omdat we denken dat deze het meest populair is. En dan gaan we daarna naar Meiko. Dat is de nieuwste en een van de hoogste achtbanen. We wachten heel eventjes tot die open gaat. Dit is nu de wachtrij. Maar Fabian staat al hier. Dus we staan op zich redelijk dichtbij. Oké, change of plans. Menta heeft nog wat technische storingen. Dus we rennen nu als een gek naar Meiko toe. We hopen dat het niet zo druk is. Ik zie hem trouwens helemaal nergens. Daar lopen we nu dus heen. En dan is dat de eerste achtbaan waar we heen gaan. We gaan even zo'n beker kopen. Dan kun je die de hele dag laten refillen. Kost eenmalig $14. Als het goed is, $13. En dan kunnen we de hele dag lekker drinken. We zijn dus net in deze achtbaan geweest. En het is een beetje moeilijk te filmen. Maar hierachter zit een hele hoge hill. En daar komt er nu een stukje aan. En het is dus, als het goed is, de hoogste achtbaan van, in ieder geval van Orlando. En hij lijkt een beetje op de Goliath van Walibi. Alleen dan nog even 30 meter hoger of zo. Maar ik vond hem heel erg leuk. Ik vond hem eigenlijk wel meevallen. Ik had verwacht dat hij heel heftig zou zijn. Maar dat viel echt wel mee. Fabian die was wel lekker aan het gillen. Maar ik ben wel heel blij dat hij gewoon lekker meegaat in de achtbanen. We hebben nu dus even die beker gekocht. En dan gaan we even kijken waar het nu het meest rustig is. En dan gaan we daarheen. Waarschijnlijk is dat een andere achtbaan. Die heet, als het goed is, Kraken. Ik weet het niet zeker. Ik ben echt heel slecht in de namen. Deze zwemmen toch gewoon hier? Voor jij moet shuffelen. Ja. De vijf is een mooi tonijn. Wauw. Die zijn zo lekker in de sashimi. Ja, precies. Echt cool, hè? Zo vet. Wow. Wow. Je wil niet weten hoe groot die is. Kijk die staart. Jezus Christus. Die komt hier. Mijn hemel. Gaan we toch nog even in Empire of the Penguins, heet het volgens mij. Ik weet niet wat het is eigenlijk. Wat is het van? Empire of the Penguins. In this frozen ridge of rock and snow, a gentle colony huddles together for warmth, community and family. A fierce blizzard is coming. Soon, Pop will lose that fuzzy down. And with it...
aangekomen bij Kraken. Eerst nog even onze tas opbergen en dan gaan we in deze achtbaan. Ik ben benieuwd hoe de wachttijden zijn. Ik kan het niet echt zien. Misschien is het betekent dat gewoon... Oh, 10 minuten. Nou, snel een kluisje. We zijn eventjes gaan zitten om wat te eten en dit is wat het geworden is. En dit kost gewoon $11. En het ziet er niet uit. En om eerlijk te zijn is dat niet lekker. Maar ja, oké. Het was de planning om in Menta te gaan en daar was 80 minuten wachttijd volgens de app. Toen kwamen we bij de dinges aan, bij de ride, het was 45 minuten. Stonden we in de rij en toen we bij de stoeltjes waren was het 30 minuten, nog niet eens. 20 minuten, toen stonden we vooraan. En toen zaten we in het bakje en toen werd die dicht gedaan vanwege het weer. Dus we hebben daar nu 3 kwartier gezeten of zo en toen moesten we eruit. Toen hebben we pasjes gekregen om express te rijden zometeen als die open gaat. En ja, dit is het weer nu. Het is niet anders. En alles is nu dicht, dus we kunnen niet zo heel erg veel doen. Maar hier om de hoek zit een aquarium, dus we gaan daar wel eventjes kijken. En dan hopen we dat zometeen die Menta nog open gaat. Maar gelukkig zijn we al in Mako geweest en in Kraken geweest. Journey to Atlantis. Precies, dus we hebben het meeste wel gedaan. Maar Menta was wel eentje die hoog op het lijst stond. Maar misschien komt dat zo nog. Dit is een octopus. Het is echt mega groot. Mooie zeeegel. En kijk deze. Op het raam geplakt. Echt zo bizar. Hier ook. Oh, hij is zo groot, jongens. Dat is echt niet normaal. Die staart hier. Wow. En onweer op de achtergrond. Kijk, hij komt een beetje omhoog. Retain the water for our safety. We zitten nu in het stadion. We hebben net lekker churros gehaald en popcorn. Alles ging namelijk dicht. Echt letterlijk alles was dicht. We mochten niks. We mochten stingrays niet aaien. Je hoort ook heel harde onweer. Alles is dicht. En dit is nog open. Dit is die show. En als het goed is, stopt die show ermee. Toch? Die show stopt toch? Ja, volgens mij wel ja. Of zonder orka's. Dus je kunt nu nog de kans om het met orka's te zien. En we gaan deze show dus even kijken. En dan gaan we kijken of het weer opknapt. Maar... zo te zien wordt het een lastige. Ik hoop in ieder geval dat het nog een beetje opknapt. Dat zou wel fijn zijn. This courageous crew is in direction. Hit the water with amazing stories of rescue. Deze is ook al vertraagd, jongens. Jeetje, Mina. En zoals jullie zien loopt het stadion weer leeg, want de show is gecanceld vanwege het weer. Dus we kunnen nu echt letterlijk nergens meer in. Alles is dicht. Achtbanen dicht, show is dicht. Alles is dicht. Ze weten niet zo goed wat we nu moeten doen. Ik denk naar huis, als ik het weer daar... Kijk hem daar. Die orka. Hij heeft er wel zin in. Deal with it. Hey, dat is mijn bril. Ja, let's go, joh. Niet dat hier zitten. Kom. Zet op die bril. Kom. Hey, ik ben wel bruin, hè? Ja, enorm. Ja, echt. Nou, dan gaan we maar weer. Hier de tas. Dan gaan we maar weer. Geen show gezien. Ja, maar we gaan nu naar de haaien. De show is naar de haaien. We gaan helemaal naar de haaien. Maar we gaan naar de haaien. Let's go. Dat is een tunnel. Ik hoop dat die wel open is. Hij kijkt wel een beetje
boos. Deep down, we're both afraid and fascinated with sharks. Through grim and old oceans, we can discover that. Hij zit met de chillen, joh. Hij denkt, nou, ik draai gewoon mijn kont naar al die mensen toe die daar staan. Waarom staat de flamingo altijd op één been? Omdat hij op geen been staat, dan valt hij. Ja, leuk hè. Leuk grapje zeg. Had leuker geweest als ik het niet wist en dat je dan de grap had kunnen maken misschien, of niet? Ja. Doe het nog een keer. Oké. Waarom staat de flamingo altijd op twee benen? Hij staat op één been. Op één been. Weet ik niet. Omdat als hij er twee in trekt, dan valt hij om. We lopen nu richting de uitgang. Want deze achtbaan is niet meer open gegaan. We hebben net een tijdje nog in de expressrij gestaan omdat ze zeiden dat hij open zou gaan. En zoals jullie zien schijnt de zon ook best wel. Maar helaas is hij niet open gegaan. We hebben dus een expresspas gekregen. En we gaan nu even naar de guest services om te vragen of we die ook nog een andere dag kunnen gebruiken. En ja, dat is heel jammer. Maar we hebben heel veel dingen niet kunnen doen door het weer in Nederland. Florida. Dus dat is jammer. Maar er is niks aan te doen. Dus we gaan gewoon richting uitgang. Gelukkig is de Fastpass voor de rest van mijn leven geldig. Maar als je hem gebruikt hebt, dan niet meer natuurlijk. Maar we lopen nu terug naar de auto. En dit is de lucht die we nu zien. Het was niet echt van plan om nog... Links is hij nog mooier. Moet je ook even laten zien. Oh ja, inderdaad. Daar komt hij ook al los ook, daar links. Dat is de reden waarom de achtbanen dus niet open gaan. Dus we gaan lekker weg. Lekker naar het hotel, lekker afkoelen. Misschien nog even in het zwembad als die niet ook dicht is. Anders rijden we naar de Walmart voor wat verkoeling. We zijn onze auto kwijt. Het is echt verschrikkelijk dit. Hierboven hangt dus een hele grote wolk waar echt mega bliksem uit komt. Maar we kunnen dus de auto niet meer vinden. We hebben echt het hele parkeerterrein rondgerend en we kunnen hem dus gewoon echt niet vinden. Oh. Oh my god. Oh, ik weet echt niet wat ik moet doen nu. Jullie willen niet weten hoe lang wij erover gedaan hebben om de auto te vinden. Ik denk anderhalf uur, een uur. Ik heb echt geen idee. Echt lang, man. Het is nu 6 uur bijna. Het was echt de ergste nachtmerrie. We renden eerst met z'n tweeën het hele parkeerterrein over in de stromende regen. Toen ben ik op een gegeven moment bij een afdakje gaan staan, want het begon heel hard te onweren. Dat zagen jullie net ook. Toen ging het nog harder regenen en toen kwam er iedereen bij me staan. Dus toen stonden we een soort van met z'n allen verdrukt in een hokkie. Toen werd de regen wat minder en toen is Fabian gaan zoeken. Hij was op een gegeven moment echt een halve weg en we konden gewoon de auto niet vinden. Toen ben ik op een gegeven moment ook gaan helpen met zoeken. En er was een man die zei, ja, we hebben jouw type auto ergens zien staan bij een paal. Maar wij waren ervan overtuigd dat we bij een andere paal stonden. En toen ben ik helemaal naar achter gerend. En toen stond daar uiteindelijk onze auto. En toen was ik zo blij. Toen zat ik in de auto.
En toen was ik Fabian kwijt. En Fabian's telefoon zat in mijn tas. En Fabian's Apple Watch zat in mijn tas. Ik kon Fabian niet bereiken. En toen ben ik als een gek over het parkeerterrein gaan rijden. En toen uiteindelijk zag ik iemand zonder shirt rennen. Ik had geen keus. En dat was Fabian. Dus we zijn nu eindelijk thuis. Fabian kleedde zich even aan, want die was echt doorweek. Ik ga hem ook even omkleden. En dan gaan we lekker even avond eten en naar de Walmart. Fabian had trek in sushi, maar ze hadden geen sushi. En ik denk dat dit nummer er iets mee te maken heeft. Echt hoor. Denk je ook niet? Ongelooflijk. Ik heb wel honger. En dinner is served. Ik heb chicken teriyaki en Fabian heeft? Steak teriyaki. Steak teriyaki. Njom njom. Rochelle. Ja. Kom eens. Wat gaan we doen? Slapen. En wat gaan we morgen doen? Nog meer slapen. En wat nog meer? Nee, we gaan morgen naar Wet n Wild. Toch? Ik wou zeggen ochtends en toch. Nee, we gaan toch ochtends naar Wet n Wild. Dat is wel de bedoeling. Ja. Lekker chillen als het goed weer is. En wat nog meer? We gaan een beetje rustig aan doen. Mm-hmm. Burlington's, Marshall's, zoiets. Mm-hmm. Mm-hmm. Als die er zijn, moet even zoeken. Als die er zijn, ik denk het niet. Zijn er genoeg. En wat nog meer? En dat van s'avonds. En een outlet mall misschien nog? Zoiets. Want ik wil Uggs hebben. Ux pantoffels voor thuis. Oh. Wil jij nog iets hebben, Rochelle? Nee. Nee? Nergens meer naar op zoek? Winterkleding. Maar ja, dat kan je nou eenmaal niet zo goed vinden. Nee, als het buiten 40 graden is, dan hebben de winkels meestal geen winterkleding. Oké, dus we gaan slapen. En we sluiten de vlog nu af. Dus ik ga de vlog afsluiten voor vandaag. En dan zie ik jullie allemaal weer bij de volgende vlog. Doei!